als ik nu niet tevreden ben, dan ben ik nooit tevreden. Vorige week nog derde. Ja. Waarin de... Ben jij tevreden? Nee. Hey. Ja, je rijdt makkelijk, toch? Ik rijd makkelijk, ja. Maar sprinten lukt niet meer. Wou meer dan? 3,50. Oh, 3,50. Hij rijdt wel op een maat vanuit 4,50. Ja. Nee, ik ben 37, ja. Okay. We kunnen nog wel een 10 jaar spelen. Ja. Ik sta hier bij Wim Botman, een man die bekend staat om het harde rijden, tweede in de Ster van Zwolle nog. En hij reed in de finale, reed hij kilometers lang voor het peloton uit. En ik dacht, wie is die 15 kilometer maar? Nou, ik denk wie is diegene die zelfmoordactie pleegt. Maar hoe liep dat? Kijk, 4 kilometer van de meet kwamen ze erbij, 3,5. Ja. En toen demereerde je weer volgens mij uit het groepje, hè? Nou ja, toen gingen ze een beetje kutten van gaan. Ja. En toen dacht ik, nou nog één keer, toen hield ik ermee op, zeg maar, met een massasprint. Toen ging ik weer mooi onderuit. Ja, ja, ja. Dat is, nou ja, jammer dat ik in mijn eentje zat. Als ik het nog eentje van een Fleet of een andere grote ploeg mee heb, ja, dan gaan ze niet zo hard rijden erachter. Ja. En dan wordt er meer afgestopt en dan heb je een grotere kans. Maar ik denk, ja, waarom niet? Dus een keer proberen, misschien lukt het de volgende keer wel. Als deze jongen iets rapper was, dan had hij waarschijnlijk heel veel koers al gewonnen. Oh ja. Huh? Eerste keer geen top 10 hier in 4 jaar tijd. Oh. Maar ik ga lekker douchen. Helemaal. Tot doe je goed tegen vrouw. Ja. Sta je bij Gert Jacobs, een wielerlegende. Oud prof, ja, wie kent hem niet? Ploegleider van Metec. Ben je tevreden over vandaag? Oh, ik heb 2 rondjes gereden hier en ik al 4 op de grond liggen. Oh jee. Dus ja. En ik geloof halverwege viel Kamphuis nog een keer. Die lag hier goed in de sprint en die valt dan nog een keer. Ja. Dus dat zat ons allemaal niet mee vandaag. En, nee. Ik weet niet of je het gezien hebt, ik reed mijn ploegleidersauto op 13. Wagen 13, dat is ook kloot, ja. Ja. Dus ik weet niet of daarmee te maken heeft, maar ja, het zat ons niet helemaal mee. Vandaag. Anders hebben we wel gewoon zeker voor een podiumplek gegaan. Ja. Ja, dat was natuurlijk dan wel leuk geweest, maar ja. Zat maar Mr. Halemerlieden Dennis Smit zat wel de hele dag in de kopgroep, hè? Ja, zat de hele dag in de kopgroep. Ja, op een gegeven moment dan kreeg je een eerste peloton. Dan hadden we dan ook nog Jasper Lemfrink mee en ook Kamphuis, ja, die natuurlijk raf is. Dus ja, op zich liep dat allemaal wel goed. Ja. Voor ons. Alleen ja, als ze op de grond gaan liggen, dan doe je er niet zoveel aan. Nee.